Yo kijkers van Stastic, welkom bij weer een gloednieuwe echt of nep aflevering, vandaag met logo's. Wat voor echt of nep aflevering wil jij nou zien in deze serie? Laat het weten in de comments hier beneden en deze zal gefilmd worden. Oké, we beginnen allemaal met de Burger King en iedereen kent de Burger King natuurlijk, maar wat is nu het perfecte logo? Is het met deze veegjes of is het zonder die veegjes, de glansjes? En ik denk dat die met de glansjes is. En ik had het juist. Als tweede hebben we Twitter en ik zie eigenlijk nog niet eens het verschil hierin. Ofwel is het... Ah ja, ik zie het wel. Ofwel is het een even grote snavel, ofwel is het een kleinere snavel. En ik denk dat de snavel van Twitter even groot is. En ik had het goed. Dan hebben we Coca-Cola. En ik moet zelf even kijken, want ik zie het verschil niet. Oh jawel, is het hier met deze hoek, zeg maar, of is het zonder die hoek? En deze weet ik toevallig, het is met hoek. Hey! Als vierde Instagram. Is het een Instagram zonder of met streepje? En ik denk dat deze zonder streepje is. Hey! Dan hebben we Starbucks. En ik kan even zeggen, ik haat koffie. Ik vermijd het in alle mogelijke opzichten. Dus ik weet deze totaal niet. Is het met puntjes of zonder puntjes? En ik denk dat die met puntjes is. En dat is fout. Dan hebben we Levi's. En ik zou niet weten wat Levi's doet. Ik heb er soms kleren van gezien, dus ik gok een klerenmaker. Maar voor de rest weet ik het niet. Is het dan een trapezium of is dat die met de hoekjes? En volgens mij was het die met de hoekjes. Hey, dan hebben we Amazon. En ik moet even kijken of ik het logoverschil zie. Oh ja, het zit in de pijl. Is de pijl geconnect of is de pijl niet geconnect? Ik denk dat het niet geconnect is. En ik had het weer juist. Zo, nou gaan we even heel diep gaan. Google, de kleurtjes. Wat zijn de juiste kleuren van Google? En ik denk dat het met die blauwe geest is. Hey, Playboy. Ik zie het verschil in deze. Wat zit het verschil in deze? Oh jawel. En een strik. Is een strik geconnect of is een strik niet geconnect? En ik lees natuurlijk geen Playboy. Like, dat meen ik. Maar welk logo? Ik denk dat het strik geconnect is. Ah, dat was niet geconnect. Nike, die moeten wij wel weten. Maar welke kant gaat het vinkje op? En aangezien ik er zeg het vinkje, ik zou het persoonlijk eventjes niet weten. Ik heb eventjes een blackout. Ik heb schoenen van Nike, maar die heb ik niet aan. Dus... even kijken, de Nike... Oh, ze hebben het logootje wel mooi teruggedraaid, zie ik. Als dit hem is, hebben ze het mooi teruggedraaid. Dus ik denk dat deze het is. Yes! Wat er staat is dat ik een HVX oog heb voor logos en icoontjes. En dat ik graphics design moet gaan studeren. Maar helaas, dat is een richting op mijn school, maar ik doe al televisiefilm. Dus, wat voor logos wil jij de volgende keer gaan doen? Laat het weten in de comments hier beneden en dan zal ik die de volgende keer gaan doen. Als ik natuurlijk meerdere logos krijg, is het verspreid over de volgende afleveringen dat ik die allemaal ga doen. Maar laat ze allemaal achter. Ik ben er zeer blij mee. Bedankt voor het kijken en bye.